snijdt hij zijn schuin. Achter de fin snijdt hij hem in. En dan gaat hij terug. Oh, ga je op de graadjes heen. Hoe is het trouwens? Ja. Eén lap. Eén lap. Van de week zwom je nog gelukkig in de zee. Ik knik ook zo. Dan kan je daar geven naar de toon. Doe je gewoon met een lepel of heb je die ook scherp gemaakt? Nee, gewoon met een lepel. En daar wordt de salmsoep van gemaakt, zeker? Nee, dat is voor de merels. Oh, voor de merels. Heb je me nu net ook verteld, Mil? Je moet beter oplessen bij de les. Dat heb ik en brokjes, daar stukjes en dan. Zo kan je allemaal makkelijker uithalen. Zie je? Kijk, hup, kop eraf. Nee. Hoppakee, weer een. Kinderen vinden het bar interessant. Zouden van de natuur, dan zouden we ook van vis eten. Alleen. Maar het ook bij de natuur. Maar eet je zelf ook? Nee, meneer lust geen vis. Ik denk wel vis, maar niet deze meer. Ja, maar van die aggregaat op de achtergrond. Het is wel gevaarlijk met het ding. Ze gelijk in gooien. Wat doe je nou met al die brokken zo? Gooi je? Ik gooi morgenochtend met het andere afval. Was morgen vroeg. In zee. In zee? Op bij zee. Allemaal. Gaan we hier wel 500 naar de meeuw. Ja? Je houdt er ook vis op, of niet? Ja, die hou je bij je naar het vangen mee. Ja. Om die vis op te vreten. Ja. En dat weten die kringen natuurlijk. Ja. Maar krijg je niet de berg gaten daar, hè? Alles vreten zo. Er alles op. Ja? Eierschalen. Het is één grote vreetpartij. Als je er al hebt voor 5 uur emitteerd, dan is het echt een half minuut vertrokken. Het is net een afval beweging, het is we hebben er ontbijt en ik ben kwijt. Ja, zo is dat. Nou. Lekker salmpje eten jongens vanavond. Wel hè? Die kopvrees hebben we niet doen. Ja, want zag ik wel een keertje makreel. Maar een hele kop van de makreel had gewoon in het water. Maar die meel had in één keer doorgeslikt. Die ja, die slikt in één keer die kop van die makreel door, ja. Nou, daar lig je. Sommige gaan vis. Ja. Ja. Hey, hartstikke bedankt. Hey, bedankt voor meneer. Jou. En succes. Ga maar aan boord zelf even hangen in de haven. Hoor je dat, Javi? Ja. Probeer. Een keertje mee met de vissenboot. Moet je vragen mee? Nou.